Breda Nu. Je weet het meteen. Sinds deze week heeft Breda officieel een ondernemersfonds. Na een eerst mislukte poging is het nu wel gelukt dit fonds op te richten. In totaal is er jaarlijks een budget van bijna 1 miljoen euro. Nou, een ondernemersfonds betekent voor de stad Breda echt een stap voorwaarts. Want het ondernemersfonds is er niet zonder slag of stoot gekomen. De ondernemers halen nu ongeveer 350.000 euro op met de reclamebelasting. En daar zetten wij ook een bedrag tegenover, wat we met elkaar gaan investeren in de binnenstad. En die overeenkomst teken ik morgen. En waar liggen volgens u de kansen om de binnenstad nog beter in te richten? Nou, qua inrichting, de stad is wat die is natuurlijk. Hè? Dus de kwaliteit van de openbare ruimte proberen we zo goed mogelijk in stand te houden. Maar waar we echt stappen kunnen gaan zetten is een gemeenschappelijk verhaal. Wat het verhaal van Breda ook is. Om dat ook gewoon naar buiten te brengen. En de gelden worden daar ook voor gebruikt. Er zijn natuurlijk ondernemers die er niet helemaal blij mee zijn. Wat is uw reactie daarop? Nou, de afgelopen periode hebben we heel veel gedaan om draagvlak te creëren voor de reclamebelasting en voor het ondernemersfonds. Er zijn een aantal insprekers geweest bij de commissie en de gemeenteraad heeft bijna unaniem besloten om deze reclamebelasting te innen. Dus wij gaan heel graag met die energie aan de gang om Breda beter op de kaart te zetten. Sjoerd van Aalst, eigenaar van Van Aalst Tapijtenwinkel, zit in het bestuur van het ondernemersfonds. Waarom was je eerst tegen dit ondernemersfonds? Ik was met name tegen de verkeerde verdeling. We moesten allemaal, er was geen verdeling, want we moesten allemaal precies hetzelfde bedrag op tafel leggen. En dat betekent dat een kleine ondernemer met een winkel van 5 vierkante meter net zoveel moest betalen als de V&D en de HEMA. En dat vind ik niet echt rechtvaardig. En met het nieuwe fonds ben je het wel eens en waarom dan? Nou, ten eerste is die verdeling een stuk beter en er bestaat op dit moment een veel beter uitgewerkt plan. Wat vind je nu het belangrijkste wat er moet gebeuren met het ondernemingsfonds? Nou, ik hoop dat we Breda aan zich op de kaart kunnen zetten, maar ook de deelgebieden zoals ze zijn gedefinieerd, allemaal een eigen karakter hebben in de binnenstad. En ik hoop dat we daar de nadruk op kunnen gaan leggen.